Ziezo, hier bij ons onze winnares, Katrien. Proficiat, hoe ging het vandaag? Ja, dank u. Ja, ik denk dat het wel goed was. Ik was verrast van het zwemmen dat ik eigenlijk op 21 seconden denk ik of zo zat. Dus, en in het fietsen ging ik er gemakkelijk over en ik dacht eigenlijk dat Hanne op 10 meter bleef hangen, maar ineens keek ik achterom en ik zag niemand niet meer. Dus, en ik zag ook op mijn wattagemeter dat ik eigenlijk heel goede wattages aan het trappen was, maar op 10 kilometer van het einde vloog die ineens van mijn stuur. Dus dan was het even op gevoel verder fietsen. Ik heb hem gelukkig wel teruggekregen. Dus, en ja, het lopen, ja, de snelheid van een kwart afstand heb ik niet meer. En toen ik hoorde dat Pieter op 2 minuten 45 zat, wist ik dat Battle of the Sexes dat moeilijk ging zijn. Maar ja, als je dat met meer dan 5 minuten kunt winnen bij de vrouwen, dan denk ik wel dat ik het goed gedaan heb. Je was er wel mee bezig met die Battle of the Sexes? Uiteraard. Ja, 1000 euro is toch niet niks. Ik heb niet zoveel ondersteuning om mijn reizen te betalen. Dus ik kijk wel een beetje naar de financiën om er toch iets aan over te houden of toch alleszins geen verlies te leiden. Er bestaat zo'n gezelschapsspel. Ik weet niet of je die kent. 4 op een rij. Ga jij je nieuw uitvinden volgend jaar gezelschapsspel? 5 op een rij misschien. Ja, ik had in juni nog verloren van mijn nichtje op 4 op een rij, maar nu heb ik het goed gemaakt. Voilà, dikke proficiat, winnares van de Zwinter Triathlon tenminste. Katrien Verstuift.